Hoi, je kijkt naar het laatste filmpje van het HAVO-schrijvingsexamen 2015, Zwaarom. De eerste vraag, 31, daar moet je de structuurformule van een monomeer tekenen, dat heet PPD. Nou, daar moet je eerst wat informatie in de vragen zoeken. Nou, wat zien we hier allemaal staan? We zien hier TDC en PPTA. En er staat hier dat je daaruit de structuurformule van PPD kan afleiden. Kijken we hier in het blokschema, dan zien we dat PPD en TDC een ruimte ingaan en PPTA en HCL daar weer uitkomen. Het NMP gaat er hierin en komt daar weer uit. Gaan we dat in reactievergelijking opschrijven, dan hebben we dus de stof TDC plus de stof waarvan we hier de studieformule moeten gaan afleiden, wordt PPTA en HCL. Hier in dat een rode vierkant zie je eigenlijk een stuk van de stof die we moeten krijgen. En dit stukje hier, dat zien we eigenlijk voor een groot deel hier terug. Niet helemaal. Hè, die CL, die hier nog wel staat, is hier verdwenen. En die zit daar eigenlijk van HCL weer terug. Nou, hè, je ziet hier dus de CL van het HCL. En de H van het HCL, die is hier vanaf gekomen. En dat betekent dat dit het monomeer is. Dus we hebben hier een NH2 groep en aan de andere kant ook dit is een NH2 groep geworden. En die zien we dan hier weer terug. Dus dit is PPD. Nou, als antwoord wil ik alleen maar deze structuurformule te geven. Dan gaan we naar vraag 32. Hier moet je raden wat stof X is. En stof X is een calciumzout. Nou, wat staat erbij? In die ruimte 3 is een zuurbase reactie. Nou, we kijken in het schema. Hier zien we die ruimte 3. Daar zien we dat stof X ingaat. En we zien daar een HCl. En wat komt eruit? Calciumchloride. Dat is natuurlijk Cl van dat HCl in. En water. En dan nog NMP. Dat betekent dat er in dat calciumzout een basis zit die met het H+ uit zout reageert. Stof die erbij ontstaat, kan alleen maar H2O staan. Dat betekent weer dat de base bijvoorbeeld OH- is. Eventueel O2-. En als je OH- hebt en je hebt een calciumzout, dan is het dus calciumhydroxide, de naam van dat zout. Gaan we aan het rekenen bij vraag 33. Hier moet je uitrekenen als je 2,2 x 10 tot de 4e ton PBTA wil maken, hoeveel ton TDC daar minimaal voor nodig hebt. Heel lijstje aan gegevens die we daarvoor nodig hebben. Molaire massa van de polymeer en van de TDC. En het aantal eenheden waaruit het gemiddeld molecuul van dat polymeer bestaat. Nou, pakken we dat aan. Dat is eigenlijk weer het standaard molsommetje van het rekenen aan reacties. Wat ingewikkelde verhaaltje eromheen. Maar het komt er gewoon op neer dat je de gegevensstof naar mol moet rekenen. Kijken naar de molverhouding om het aantal mol TDC, de gevraagde stof, te bepalen. En dat dan om te rekenen naar in dit geval ton, omdat ze vragen in ton. Nou, hoe doen we dat? Die 2,2 x 10 tot de 4 ton, daar maken we eerst even gram van. Nou, een ton is 1000 kilogram. Een kilogram is 1000 gram. Dat betekent dat een ton dus 10 tot de 6e gram is. Nou, vandaar heb je 10 tot de 4e keer 10 tot de 6e, maar 10 tot de 10e. Dus we hebben 2,2 x 10 tot de 10e gram PPTA. Gaan we dat naar mol rekenen, dan moeten we dat delen door de molaire massa. Nou, de molaire massa is hier gegeven. Nou, hier staat het rekenstapje. Goed aan denken dat als je dit op je rekenmachine intikt, dat je die 1,7 x 10 tot de 4 tussen haakjes zet. En dat komt dan uit 1,29 x 10 tot de 6 mol PPTA. Nou, naar het aantal mol TDC toe. Daar hebben we nu 70 voor nodig, het laatste zinnetje. Dus de 70 van die eenheden, nou in elke eenheid is 1 TDC verwerkt. Dat betekent dat de molverhouding 70 TDC op 1 PPTA is. Dat we dus 70 keer zoveel mol TDC hebben als die 1,9 × 10⁶. Nou, hieronder in het blauw zit de berekening, dan hebben we 9,06 × 10⁷ mol TDC. Dat moet dus nog even naar de eenheid gram. Daar een ton. Nou, eerst een gram. Gaat het mee van de moleculaire massa, die gewoon in de vraag is gegeven, 203,0. Dus je moet het aantal mol
keer het aantal gram per mol. En dat geeft 1,84 maal 10 tot de 10 gram TDCM. Als we daar een ton van gaan maken, en dat scheelt ook weer 10 tot de 6e, wordt het 1,84 maal 10 tot de 4e ton TDCM. Nou, ik hoor wel eens van leerlingen dat ze het lastig vinden om met die tonnen te rekenen en liever in gram rekenen. Nou, als je kan eventueel ook gewoon in die 2,2 maal 10 tot de 4e ton aan het begin gewoon laten staan. Die hele berekening doen en dan krijg je op het eind ook weer ton. Wat je dan eigenlijk doet is dat je niet met gewone mollen rekent, maar met megamol. Dan doe je het helemaal precies via de gram, dan gebruik je de berekening die je net gedaan hebt. Tijd voor de volgende vraag, 34. Hier moet je de naam van twee biddingstypen die aan het waarom aanwezig zijn. En het mag wel niet waterbrug zijn, maar die zijn al in de vraag. Nou, we hebben natuurlijk atoombindingen. Het streepje hier tussen de C en N is een atoombinding. Dat is natuurlijk veel meer. Daarnaast is het een vaste moleculaire stof. En zo tussen de moleculen ook een Van der Waalsbinding. En die mag je ook wel molecuulbinding noemen. En de laatste vraag, 35. Hier moet je twee gegevens noemen waaruit blijkt dat zuurom wel een thermoplast is. En er staat bij dit geen smeltpunt, dus dat zal tegen het feit dat het een thermoplast is pleiten. Maar misschien is het toch wel, en daarvoor moet je gegevens in de tekst gaan zoeken. Nou, het eerste is dat de ketens van zuurom niet via crosslinks aan elkaar gebonden zijn. Er zitten wel waterbruggen tussen, maar geen covalente bindingen. Dus ik heb eigenlijk losse ketens. En dat is het kenmerk van een thermoplast. Dus geen netwerk met crosslinks zoals bij een thermoharder zou zijn. Het tweede is dat het gesponnen kan worden. Dat staat hier in de tekst. En dat kan natuurlijk ook alleen maar als het zachter gemaakt kan worden. Niet bij een hard netwerk. Dus dat is ook een gegeven dat je kunt noemen. Je kan omgekeerd wel zeggen, het lost op in zwavelzuur. Dat staat ook in die tekst. En dat kan ook niet als het een thermoharder zou zijn. Maar goed, je moest twee gegevens noemen en die zijn hier al gegeven. En dan was dit dus het examen van 2015. Blijf zelf heel goed oefenen.